In dit filmpje ga ik in op drie verschillende onderwerpen. Allereerst zal ik iets vertellen over OpenStreetMap. Daarna zal ik iets vertellen over hoe u een verzoek kunt doen om gegevens van uw bedrijf toe te voegen aan de kaart. En tenslotte zal ik uitleggen hoe u zelf informatie kunt toevoegen aan de kaart. Wilt u direct naar een van deze onderdelen toe, klik dan op een van de onderwerpen in deze video. Goedendag, ik ben Lucien Geefkes en ik ga u vandaag uitleggen hoe u uw bedrijf op OpenStreetMap kunt krijgen. Of hoe u uw bedrijf beter op OpenStreetMap kunt krijgen als het er al op staat. Voordat ik dat uh, ga beantwoorden, deze vraag, en uitga leggen hoe u dat kunt doen, zal ik eerst even uitleggen wat OpenStreetMap eigenlijk is. Het is een plattegrond van de wereld: een stratenplan, maar nog veel meer uh, steden staan erop. Maar ook winkels, gebouwen, voorzieningen, waterwegen, wandelroutes, busroutes, treinen. Alles staat er eigenlijk op wat u maar kunt bedenken en wat u in het echt ook kunt tegenkomen. Want dat is ook het principe: wat u ziet, zet u op de kaart. Nou, en winkelgegevens is daarbij natuurlijk ontzettend interessant. En die kaart wordt bijgehouden door mensen als u en ik. En die hele database met al die gegevens kunt u vrij gebruiken. Als u maar dat copyright vermeldt. Dat betekent dus ook dat u een kaartje op uw webstack kunt zetten van uw bedrijf. Om bijvoorbeeld te geven, aan te geven waar uw winkel of hotel of restaurant zich bevindt. Nou, we hebben osm.org, openstreetmap.org, daar vindt u. Deze kaart, die linksboven in beeld uh, is te zien, maar ook andere websites gebruiken deze kaart. Bijvoorbeeld afstandmeter.nl, maar ook diverse andere pagina's. Maar ook andere zoekmachines, zoals Quant.com, die heel erg privacyvriendelijk is, uh, die gebruikt in hun map kaartapplicatie ook OpenStreetMap-gegevens. En zo ziet u dus dezelfde situatie in horen in dit geval terug op de kaart bij Quant. Nou, winkelgegevens kunt u natuurlijk ook toevoegen. En dat betekent ook dat u uw kaartje kunt gebruiken op uw pagina. In dit geval is dit een uh, inkt- en boekenwinkel in Wervershoofd. Die heeft een kaartje op uh, de website uh, gezet en ook een routeplanner daarbij inbegrepen. En dat is allemaal mogelijk ook met een applicatie die heet Leaflet. Dat kunt u ook nog onthouden. Dat kan ik nog een andere keer uitleggen. Het is dus één gegevensbestand en die wordt op meerdere plaatsen gebruikt. Dus als u op OpenStreetMap.org uw winkelgegevens bijwerkt, zal die informatie ook op andere plekken worden weergegeven. Op websites die ook OpenStreetMap gebruiken, of in ieder geval die winkelgegevens uit OpenStreetMap. En ja, het zal van zichzelf spreken dat winkel- en Horeca-informatie de kaart nog vollediger en relevanter zullen maken. En het mooie is dus, u kunt er zelf ook aan bijdragen. En dus ook aan bijdragen dat de informatie correct wordt weergegeven. Bijvoorbeeld als u uw openingstijden verruimt, dan kunt u dus ook ervoor zorgen dat dat op al die websites en al die plekken op het internet correct wordt weergegeven. Want zo kunt u uzelf, maar ook uw klanten helpen om u te vinden. Nou, hier zien we de situatie van een kapper in Wervershoofd in West-Friesland. En uh, deze kapper, uh, dat is uh, times for hair die, uh, die heeft de winkelgegevens mooi op uh, OpenStreetMap gezet. En u ziet hier ook de, uh, de notatie. Uh, daar zal ik later ook nog wel even op terugkomen ho hoe dat precies zit. Uh, die staat hier ja, vrij cryptisch weergegeven, of vrij schematisch weergegeven. Op andere websites wordt het weer. Uit elkaar gehaald. En die maken dan weer een mooie opmaak van. Dus dan ziet u hier ook uh, 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 op kwant.com. Die kaartapplicatie. Die maakt er weer hele mooie leesbare openingstijden van. Nou ja. Hier staat dus een heel, hele lab aan bedrijfsinformatie. Die kunt u allemaal toevoegen aan OpenStreetMap. Adres uiteraard. Maar dat staat er vaak al op. Dat is het adrespunt. Dat zult u ook vinden als u straks zelf gaat bewerken. Dan uh, weet u... Onder die adrespunt kan er nog veel meer uh, informatie hangen. En uh, die hangt u dus allemaal aan dat ene punt. Nou, dat kan zijn natuurlijk de naam van uw zaak. Hè? Dan kunnen mensen u ook vinden op de kaart. Onder de naam. Het type winkel, Horeca of bedrijf. Dus dan kunnen mensen ook zoeken op een hotel in de buurt van deze locatie. Openingstijden: telefoon, mobiel en fax. Webstack, e-mailadres. Alles kunt u kwijt. Maar bijvoorbeeld ook zaken als het type keuken dat u heeft. Misschien heeft u een Italiaanse keuken als restaurant. Of heeft u gratis wifi voor uw klanten. En wilt u dat graag ook op het internet zetten? Dan kan dat. Hoe toegankelijk bent u voor rolstoelers? Kunnen rolstoelers bij u naar binnen? Nou, als u een grote trap voor uw deur heeft. dan zal het lastig gaan. omdat u in een monumentaal pand zit. Maar het kan ook heel goed zijn dat u juist bent ingericht voor mensen die een rolstoel gebruiken. En voor een hotel kan het weer zijn. Het aantal kamers of het aantal sterren dat uw hotel heeft. Nou, nou is natuurlijk de grote vraag: wilt u uw bedrijf uw winkel of horecazaak op OpenStreetMap zetten? Ja? Nou, dat kan. En dat kan op twee manieren. Dat kan op uh, een indirecte manier, dus dat u een vrijwilliger insijnt van hé, hey, hier zit een bedrijf. Kunnen die en die en die gegevens op de kaart worden gezet? En dan gaat die vrijwilliger daar binnen afzienbare tijd mee aan de slag. Of u kunt het zelf doen. En dan heeft u ook direct resultaat en meer controle over de kwaliteit van de informatie die er dan vervolgens op wordt gezet. Uiteraard is het dan een andere weer om die informatie weer eventueel aan te vullen. Maar u kunt dat dus zelf ook gewoon bijhouden. We gaan eerst even kijken naar het inzijnen van een vrijwilliger. En dan heeft u verder geen technische kennis vereist. U moet gewoon een paar vragen beantwoorden en dan is het helemaal geregeld. En dat kan via. De website onosm.org. Onosm.org. En daar gaan we nu naartoe. Dat is eigenlijk een hele simpele website. Bestaat alleen uit een formulier. En het formulier dat u gaat, uh, gaat gebruiken. Um, en dat ziet er zo uit. Het is uh, betrekkelijk eenvoudig. Um, maar het is altijd goed om te kijken of er niet een of andere de arbeider, uh, uw gegevens al toevallig op de website of de kaart heeft gezet. Dus gaan we even, voordat we hiermee aan de slag gaan, naar OpenStreetMap.org. Dan voeren we hier het adres in. En we gaan vandaag aan de slag voor Scootersmart aan de Houtstraat 2 in Almere Haven. Dus laten we dat vooral even op gaan zoeken. Nou, um, en wie weet, staat het bedrijf er al in? Ik ga gewoon even kijken. Scootersmart. Ga ik invoeren. Nou, waar rempel. De motorfietsenwinkel in Almere staat al op de kaart. Nou, dat is mooi. Ik selecteerde net, dus uh, ik zal het nog even laten zien. Hier links verschijnen de resultaten. Als ik dan het juiste resultaat selecteer, dan vind ik ook alle informatie die al aan dit adrespunt hangt. Nou, en in dit geval is het uh, zes jaar geleden bewerkt door Captain Holt. Nou, bedankt daarvoor uh, Captain Holt. Jij hebt uh, ScooterSmart vindbaar gemaakt op de kaart. Het enige wat we nog missen uh, zijn eigenlijk de contactgegevens. We willen bijvoorbeeld het telefoonnummer toevoegen. Uh, het internetadres. Uh, de openingstijden staan er nog niet bij. Uh, misschien hebben we ook nog een merk dat we willen toevoegen. Dat uh, zou allemaal kunnen. En of we bijvoorbeeld ook tweedehands scooters verkopen. Nou... Om dat te kunnen toevoegen, maar niet op de technische manier, gaan we even naar onosm.org. En dat is de, deze website, die zagen we net ook al even. En dan gaan we nu alsnog naar Houtstraat 2 Almere. Ik zet er een komma tussen, maar dat is meer gevoelsmatig. Vind me. Nou, kijk, nou, daar staat precies op de goede plek. Hier waren we net ook al aan het kijken. Hier zit. Scootersmart in Almere. Nou, uh, gratis reclame, uh, scootersmart. Prima. Nou staat hier. De uh, uh, marker staat precies waar uw bedrijf staat. Kan zijn dat u nog een beetje moet schuiven, maar dit, in dit geval klopt het prima. Nou, als u tevreden bent, kunnen we beginnen met toevoegen van meer details. Nou, u ziet dat dit een uh, koppeling is. Dus daar kunnen we op klikken, ah. Nou, eh. Uh, Even kijken. Nu gaan we informatie invullen over dit bedrijf. In dit geval hebben we de categorie al net een beetje gehoord. Dat is een motorcycle dealer. Ja, even kijken. Motorcycle shops. Ja, dat volgens mij is dat uh, vrijwel gelijk. Nou ja, we gaan even voor de winkel. En in dit geval: uh, de winkel heet Scooter Smart. Het telefoonnummer waarop Scootersmart te bereiken is. Nou ja, dames en heren, u kunt ze allemaal nu gaan bellen. Dat is 036 voor Almere 7851970. Dan hebben zij ook een internetpagina. Kennelijk moeten we dat met HTTP doen, dus dat doen we dan ook. In dit geval HTTPS, omdat het een beveiligde website is. slash slash www.scootersmart.nl. Hé, hey, we hebben hier de openingstijden. Nou, we gaan dat nu nog even op de makkelijke manier doen. Want er staat hier ook maandag tot vrijdag van 10 tot 8. Nou, dat is niet helemaal waar. Het is dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 18 uur. En van za en zaterdag van 10 uur tot 16 uur. Oké, okay, nou, hartstikke mooi. Hebben ze ook een e-mailadres? Ja, dat klopt. Ze hebben ook een e-mailadres, dat is Nou, Je kunt allemaal nu gaan e-mailen. Twitter kunt je ook nog toevoegen, Facebook, dat weet ik in dit geval niet. Maar we zijn klaar! Zijn we klaar? Jazeker, we zijn klaar. En dan staat hier ook: bedankt! Een OpenStreetMap-vrijwilliger zal je data gaan verwerken op de kaart. Je kunt de aangemaakte opmerking en updates hier zien. En dan verschijnt er een link. Nou, daar gaan we dan ook uh, lachend op klikken, klikken. En dan zien we inderdaad hier een, uh, ja, een markeerder met een groot rood kruis. Ah! En hier ziet u ook links een op onopgeloste opmerking. Nou, u ziet dat er al 2,5 miljoen opmerkingen zijn geplaatst uh, in het verleden van OpenStreetMap. En uh, deze is nog niet opgelost, dus die kunnen we nu gaan oplossen. Of we kunnen het dus laten aan iemand een vrijwilliger die al actief is bij het project en die gaat dan binnen een paar dagen tot een paar weken erg mee aan de slag. Het is natuurlijk leuker om dat zelf te doen. Uh, maar ik ga toch nog even die stappen doorlopen. U moet uw adres dus opzoeken op openstreetmap.org, controleer de gegevens, bezoek onosm.org, doorloop de stappen en voilà, daar staat hij in dit geval uh, gaat het hier in het voorbeeld om de winkel Cute Baby Gifts. En uh, vroeger stond daar uh, Look at Me Beauty Center. Ook al in Almere. Dames en heren, het is mooi winkelen daar. Nou, als u die stappen bij onosm.org heeft doorlopen, verschijnt er op de gekozen plaats een melding. Dat hebben we net gezien. En dan is uw werk gedaan. Maar het kan nog leuker. U kunt de kaart zelf bijwerken. Kijk, en dan heeft u direct resultaat en meer controle. En misschien ziet u nog opties die er niet in het OSM.org formuliertje staan. Dat gaan we meteen meemaken. Hoe gaat dat in zijn werk? Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Nou, stap 1. Zoek uw adres op op OpenStreetMap.org. Nou, dat hebben we net gedaan. Controleer de gegevens. Klopt alles nog? Nou, er ontbrak nog het ene, die contactgegevens van Scootersmart. Die hadden we nog niet helemaal erop. Registreer uzelf als kaartmaker. Nou, en vanaf hier gaan we toch even terug naar OpenStreetMap.org. Dan ga ik even naar Firefox, waar ik in werk. Nou, we zijn hier op deze plek. We gaan toch even terug naar de locatie. En dan staat hier rechtsbovenin: Als het goed is, kunt u dat nu zien: Registreren. Nou, u kunt zich hier registreren als nieuwe gebruiker van OpenStreetMap.org. Ik zal er even op klikken. Nou, het is eigenlijk, u hoeft niet heel veel gegevens achter te laten. Het is twee keer uw e-mailadres. Een naam, dat is een naam die zichtbaar is bij elke bewerking die u doet. Het is dus altijd terug te vinden. Net als bij Scootersmart, die persoon die zes jaar geleden Scootersmart erop heeft gezet, Die kunnen we nog steeds terugvinden. Dus we weten wie dat gedaan heeft. En dan moet u natuurlijk een wachtwoord hebben, want dan kunt u iedere keer ook weer opnieuw onder diezelfde naam uw bewerkingen doen. En dat is natuurlijk wel wel zo prettig, want dan weten we: oh, dat is de eigenaar van Scootersmart, bijvoorbeeld. Goed, als u dat geregistreerd heeft, kunt u zich dus aanmelden. En dat ga ik nu ook even doen. En. Um... Nou, en zodra u bent ingelogd, dan verschijnt nog steeds diezelfde kaart in beeld. In dit geval zijn we de melding even kwijt. Maar hier zien wij nog steeds Scootersmart. We zullen hem ook even opzoeken. Scootersmart, dat is voor het gemak. We zoeken hem even op. Dit is het bedrijf dat we willen hebben. Captain Holt, nogmaals bedankt. Maar we gaan deze gegevens aanvullen: bewerken. Oeh, nu gaat het mooie werk beginnen, dames en heren. U komt in een andere omgeving. Dit ziet er totaal niet uit als de kaart die we zojuist hebben gezien. Maar daar in het midden van het scherm ligt op Motorwinkel Scootersmart. Nou, we gaan de informatie zelf toevoegen. We hebben net een melding aangemaakt voor onosm.org. Maar we gaan het nu gewoon zelf doen. Dat betekent: het adres controleren. Nou, dat staat er dus al op, hè, want uh, meneer. Uh, uh, Captain Holt heeft in, uh, uh, zes jaar geleden gewoon de gegevens onder het adres opgehangen. Heel erg goed. En dan gaan we verder. Merk. Nou, ScooterSmart heeft diverse merken. Openingstijden. En nou wordt het even spannend. Want we, hadden, we zagen net al een uh, voorbeeldje van hoe het eruit uh, kwam te zien. Het zag er een beetje schematisch uit met mol en se. Uh, hier ziet u ook een aantal voorbeelden van openingstijden. Nou, eigenlijk hanteert het daar de Engelse taal. Mol staat voor Monday en se voor Sunday. Nou, dat uh, is vrij begrijpelijk. Nou, is Scootersmart van dinsdag tot vrijdag geopend van 10 tot 6 uur? Nou, dan vullen we dus in. Te van Tuesday, niet tot Saturday, nee, tot Friday. Fr, spatie, 10 uur. 10.00 tot 18.00 en en dan doen we punt comma voor een nieuwe tijdspanne. Dus als bijvoorbeeld een andere dag 10 tot 5 is, dan doe je punt comma en dan die dag punt en dan uh, 10 tot 5 en dan punt comma voor de volgende dag. En dan gaan we naar zaterdag 10 uur tot 16 uur. Dus knoop dat in uw oren als u in Almere een scooter wilt bestellen. Nou, mocht Scooter Smart. Dit is. Uh, oh, ik ben helemaal van weeromstuit zaterdag vergeten. Saturday. Dus SA. Maar mocht Scooter Smart. Uh, denken. Ik denk aan mijn lunch. Ik ga even lunchen tussendoor. Ik ben van 12 tot half 1 dicht. Dan kunt u dat ook toevoegen. Dan is het 10 uur tot 12 uur. Dan direct een comma. En dan van 12 uur 30, half 1. Streepje, koppelteken, 16 uur en dan heeft u een lunch ingebouwd. Maar in dit geval hebben ze dat niet, dus ik haal deze binnenste data even weg. En we woegen een streepje weer toe, 10 uur tot 16 uur op sa Saturday. Nou, dit, als u dit een paar keer gedaan heeft, ja, u hoeft het voor uw winkel maar één keer te doen, maar dan komt het al redelijk, uh, hiermee weet u waarschijnlijk al, Redelijk wat de stand is. En ik zal ze nog even opschrijven. Mo. Chu. We. Van Wednesday. Thursday. Th. Fr. Friday. Sa. Sa. Saturday. Su. Is Sunday. En u ziet dat ik hier. Uh, op dinsdag, uh, uh, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Is dezelfde situatie. Daar kan ik gewoon een stre streepje tussen. Van. Dinsdag tot en met vrijdag is het iedere keer 10 tot 6. Nou, dit was het ingewikkeldste van de hele toevoeging van uw bedrijf. Als u dit begrijpt, nou, dan uh, heeft u al een mooie, dikke pluim verdiend. Dan gaan we nu het telefoonnummer toevoegen. U kunt ook nog betaalmiddelen toevoegen, maar eerlijk gezegd, ik ben nog nooit in die scooterwinkel geweest. Ik kan me voorstellen, en dit is af en toe ook een beetje, je moet hier maar even doorheen zien te komen. Dus laten we dit even voor wat het is. Dan hebben we hier nog het telefoonnummer. Dat is uh, in dit geval, dat hebben we net ook al gehoord, uh, 036. Maar omdat we op een internationaal project uh, bezig zijn, moet er altijd even die internationale toevoeging voor. En dat is in Nederland 31 0031. Dan vervalt de voorkeuze 0. En dan hebben we dus 36 785 1970. Nog even controleren: 036-785-1970. Dan hebben we nog de website: de website van de Scootersmart HTTP-dubbele punt. En ik kan er nog een S tussen zetten, omdat het een veilige website is: www.scootersmart.nl. De bronnen, nou, uh, uh, local knowledge zeggen we gewoon. Dat kan je gewoon toevoegen, dat is de bron van uw informatie. En euh, nou, volgens mij zijn we er al of nee. Nou, toevallig weet ik hier, we hebben hier nog een hele lijst hieronder staan. U kunt uw btw-nummer nog toevoegen. Nou, dat lijkt me niet heel erg noodzakelijk. Maar bijvoorbeeld uw e-mailadres, dat is wel handig, want dan kunnen mensen u e-mailen. Dat is in dit geval info at scootersmart.nl. Dus kijk, hier voeg eigenschap toe. Dat zijn dingen die niet heel erg vaak vo voorkomen. Nou, dat is bijvoorbeeld de fax. Btw-nummer. Hoogte boven zeeniveau. Of u een internetverbinding heeft. Munteenheden. Eh, omschrijving. Als u nog een verdere omschrijving van de winkel wil toevoegen. Zou ik niet doen. Maar wanneer u bent begonnen. Startdatum is wel heel leuk. Rolstoeltoegankelijkheid. Durf ik ook niks over te zeggen. Eh, welke verdieping zit u? Verkoopt u tweedehands? En dat is wel interessant. Dat willen we wel eh, vermelden. De keuzes zijn ja, nee of uitsluitend. Nou, in dit geval verkoopt u. Ook tweedehands scooters en motorfietsen. Dus dan we voegen we weer ja toe. Verder nog. Nou, hij staat niet op Wikipedia, geloof ik. Dus uh, dit is het wel zo'n beetje. Uh, nou, en dit is het eigenlijk ook. Dus wat uh, hebben we hier? We hebben een heel formulier met alle gegevens toegevoegd. Inclusief die ingewikkelde openingstijden. Ze zijn helemaal glansrijk doorheen gekomen. Dus uh, tijd om het uh, toe te voegen. En dat kunnen we hier doen. Inspecteer je wijzigingen en upload ze naar OpenStreetMap, zodat ze zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Mooi, opslaan. Kijk, en dan verschijnt hier links in beeld verschijnt een, uh, een formulier waarbij je iets van een beschrijving kunt geven van wat u heeft gedaan. Nou, dan zeggen wij hier: Winkelinformatie Scootersmart in Almere. Nou, en de bron. Uh, nou, die voegen we weer opnieuw toe. Dat hadden we eigenlijk net al gezegd, hè. Open local knowledge, zo noemen ze dat, want dat verschijnt heel vaak. Dat is gewoon je lokale kennis. Het is een internationaal project, hè, dus vandaar dat er af en toe ook wat Engels voorbij komt. Dat, daar ontkom je niet aan. En, uh, nou, dan kun je nog vragen. Ik zou graag hebben dat iemand mijn bewerkingen nakijkt. En dan komt er dus ook iemand nog even kijken van heeft u dat goed gedaan? Nou sowieso als het uw eerste bewerking is dan komt er altijd nog even iemand kijken van heeft u dat prima gedaan? Niet schrikken dat zijn gewoon normale mensen zoals u. Um, maar dat gebeurt wel even om ook te zorgen dat de kwaliteit van de gegevens op de kaart goed zijn, uh, goed is. En, um, en nu kiest u voor upload. Nu gaan de gegevens richting de server van OpenStreetMap en met nou een uurtje zult u die ook op de kaart gerenderd zien. Nou, hier kunt u ook in contact komen met allerlei mensen op OpenStreetMap. In Nederland is dat het OpenStreetMap NL forum. Mocht u vragen hebben, dan kunt u daar altijd terecht met uw vragen ook over andere aspecten van het bewerken van de kaart en het gebruik van andere applicaties, maar voor winkelgegevens is deze editor op de website van OpenStreetMap hartstikke handig. Nou, nu willen we natuurlijk weten. Hoe lang duurt het voordat uh, Scootersmart zijn gegevens online heeft uh, staan? Nou, dat gaan we nu kijken. We gaan naar de voorkant van de pagina. We zoeken nogmaals. Scootersmart. In Almere. Motorfietsenwinkel. Nou, dat klopt nog steeds. En voilà alle gegevens die we zojuist hebben toegevoegd. ...zijn ook daadwerkelijk toegevoegd. We kunnen ze nu ook bellen, e-mailen en bezoeken. Nou, nog eenmaal. Nog eenmaal. Werk de kaart zelf bij. Log jezelf in op het systeem. Bewerken. Selecteer het adrespunt van uw onderneming. Bewerk of bevoeg toe wat er volgens u niet klopt. Klik rechtsbovenop opslaan en uw bewerking is toegevoegd. Beschrijf wel even wat u heeft gewijzigd... ...zodat anderen begrijpen wat u heeft gedaan. Nou, hier zien we nog even de stapel, heel kort even, zo, openingstijden toevoegen, opslaan, winkelinformatie, cute babygifts, nou, die hebben we net ook al gezien. En even, iemand kijkt mijn bewerkingen na, uploaden, en voilà, het staat erop. En dan is er nog een belangrijke zaak, want we hebben natuurlijk net een melding aangemaakt, van um, op, op OSM, of onOSM.org. Ja, die willen we natuurlijk nou wel even weghalen. En dat gaan we nu ook even doen. Dus dat gaan we nu even. We zien het hier even schematisch gebeuren. Um, en dat gaan we nu in het echtje doen. Dus we gaan naar Firefox. We gaan even hier naar rechts, waar we een extra minuutje zien. Een van de keuzes daarin is lagen. We kiezen lagen. En onderaan ziet u. Opmerkingen bij de kaart. Dus daar klikken we even op. En u ziet er dat er allerhande opmerkingen staan. En u ziet ook dat er is al eerder, dat heb ik al eerder gedaan. We hebben onze opmerking al toegevoegd. En, uh, en nu zien we dat die niet meer te zien is. Maar we kunnen ook hier even opklikken. Dus op het moment dat wij een bepaalde winkel bijwerken. Dan kun je hier schrijven winkelinformatie toegevoegd. Toegevoegd, reageren en oplossen. En dan zult u zien dat dit bolletje groen wordt met een vinkje in, zoals hier ook bij Scootersmart, en dat alles in orde is. Nou, zo simpel is dat. En u kunt zelf die kaart heel makkelijk bijwerken op OpenStreetMap, en zo krijgt u uw bedrijf op OpenStreetMap en al die talloze andere websites. Op het internet. Heel veel plezier ermee en natuurlijk goede zaken.